De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ARECUS, kampt met diverse uitdagingen. Uit statistieken die afgelopen vrijdag tijdens de 54e Dies Natalis van de universiteit zijn gepresenteerd, blijkt dat het aantal studenten afneemt. Ook dit jaar zijn er volgens Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van ARECUS, minder bachelor-inschrijvingen geweest. De reden hierachter zijn volgens haar uiteenlopend. Deze trend, de oorzaken hiervan zijn divers. Er is meer concurrentie. Er zijn minder leerlingen geslaagd het afgelopen jaar van de middelbare scholen. En het moment van inschrijven wordt ook vaker uitgesteld naar de na-inschrijvingsperiode. En mogelijk zijn er ook gewoon minder jonge mensen in de leeftijdscategorie waar wij het van moeten hebben. Hier ziet u dan voor de verschillende niveaus de nieuwe inschrijvingen, dus 580 bachelor studenten, 76 masterstudenten en 373 voor het schakeljaar. Een van de grootste uitdagingen van ARECUS is braindrain die het instituut meemaakt als het aankomt op wetenschappelijk personeel. Venetiaan zegt dat het aantal voltijdse wetenschappers op ARECUS steeds aan het afnemen is. Gelukkig is een groot deel van deze wetenschappers nog wel bereid om in deeltijdsverband verbonden te blijven aan de universiteit. Voor wat betreft de inkomsten en uitgaven van de universiteit is het nog niet wat het wezen moet. Echter zegt Venetiaan dat het tekort substantieel lager is dan in de afgelopen jaren.